Onze jongens zijn te griet voor. Intere jonge rijpen in de liga was genoeg voor provinciaal te beginnen spelen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Daar mocht je er zeker van zijn. Ons verhaal begon in 2016. Een koppel jong mannen van Gummen gingen voetballen in de zool. Van dien kwam Daander en Los Vrijwels was opgericht. We begonnen in de liga van de Waranheid te shotten en al rap zorgen we dat er een heleboel werk om de winkel was. Maar als jongens gingen voor mekander door het vuur. En dat was ons sterkte. We pakten een koppel punten in ons eerste jaar, maar het was nog niet voor over notaris te schrijven. Ondertussen zitten we al op 26 januari 2017. We speelden in de liga tegen Speedy en verloren met 4-0. Maar na de match was er heel weinig van te zien, gelijk altijd. Wat een uitslag ook was, na iedere match gingen we een koppel bokken pakken in de Waranheid. Want als mannen, die gingen nog niet. Geen innen zat buiten de groep, allemaal zomen. De sfeer, die zat altijd goed. Een dag daarna kregen ons mannen een slag. Geen gewone slag, nee, ze zaten allemaal diep. Stuk voor stuk. Onze spits, onze nummer 7, kreeg een accident. Maar we bleven voortschoon. De woensdag doorhoop was het weer een match. Tegen Koffiepotje. Ja, winnen, dat ging niet. Niet omdat we niet wouden, maar het ging gewoon niet. We dachten maar aan een mens. Onze spits. Die was ook een match aan het spelen. Alleen was het geen voetbal. Het was de match voor zijn leven. Na de match ging ik als voorzitter naar het publiek. 100 man zat toen na een match in een liga te zien. Nooit ieder vertuind, maar we duiden het. De voos. Allemaal zongen. Maar voos kostte mee. En was ook muur gestreden. 2 februari 2017 worden we hem kwijt. Voor altijd. En sinds die bewuste dag kwamen we als groep nog korter bij elkaar. We bleven voortschoon. We hadden nog maar één doel. Voos zo content mogelijk maken, want overigens hadden we het gedacht dat er bij ons was. Dat er ons kon zien. We gingen zelfs zo uit dat we een toernooi naar hun doemden. De Memorial maakte paas. Dat ik ploegen tegen één. Na al 3 jaar achtereen. We speelden ook een galamatch tegen de Bokkas. Allemaal kameraden van Voos. Och weer al vergundig man. Na zitten we in 2019. We wonnen na echt 4 mogen. Iedere week opnieuw. We gaan vechten voor iedere bal en ieder stuk grond. Met hun op onze tenue. Hem stie in ons logo, hem stie op ons t-shirt. Nee, omdat we hem zouden vergeten, nee. Vergeten, dat doen we niet. Naast er ieder match bij ons. Hem zit terug moet dat er moet zitten. Midden in de groep. We zijn te griet voor.